الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وبعد بست برودرش جستش بست برودرش جستش فسين نوغ ستيتش بيزغ متى دودلك معك warum bin ik een moslim. En ik heb aangegeven waarom ik deze reeks waarom ik daarmee ben begonnen. Waarom ik daarmee ben begonnen. Waarom? Ik wil heel graag dat onze jongeren, onze kinderen, de jeugd, de meisjes, de jongens. Ik weet dat onze jongens en meisjes houden van de islam. Mus'ab, je moet even zitten goed en concentreren. Dat onze kinderen, dat onze jongeren houden van de islam. Maar ze kunnen nog niet zich verwoorden. Uitleggen waarom ze van de islam houden. Waarom ze trots moeten zijn op hun geloof. Veel jongeren kunnen dat niet, terwijl ze wel houden van de islam. Wij gaan hun leren waarom ze trots moeten zijn op hun geloof. En tegelijkertijd, zoals ik dat zei in het Arabisch, wij nodigen de anderen die niet moslim zijn, ongeacht wie ze zijn en wat voor levensbeschouwing ze hebben, wij nodigen ze uit tot de islam. Waarom nodigen wij hun uit tot de islam? Omdat wij willen dat ze naar het paradijs gaan. Omdat we datgene wat wij voor onszelf wensen, wensen wij ook voor onze collega's die niet moslim zijn. Voor onze buren die niet moslim zijn. Voor de mensheid. Want het paradijs is niet van mijn vader. Dat ik het geërfd heb voor mezelf en voor mijn kinderen. Nee, het paradijs gun je iedereen. En dat, wanneer je de mensen duidelijk maakt waarom de islam zo mooi is, zo geweldig is, dan zeggen we tegen de mensen, kom, word moslim, word snel moslim. Want mocht je vandaag moslim zijn en volgende week doodgaan, dan inshallah kom je in het paradijs. En dat zal eigenlijk terugkomen in mijn preek. Vorige zondag is het gebed van Janaza verricht op een 16-jarige jongen die een week eerder moslim is geworden. En we hebben filmpjes daarvan. Van 16 jaar moslim geworden, een week later is hij doodgegaan. Zo snel kan het gaan. En jongen, niet denk ik ben jong, 16, 17, dood kind, geen leeftijd. Wanneer datgene jou zal bereiken, wat jou zal bereiken, ook al zit jij onder de grond, ook jong of oud, maakt het niet uit. Vandaag wil ik duidelijk maken dat een van de aanleidingen die ertoe leiden dat jij trots wordt op het feit dat je moslim bent, is het feit dat de islam de meest groeiende godsdienst in de wereld. En dan gaan we even duidelijk maken. En als je ziet hoeveel mensen bekeren tot de islam. Jong en oud. In het oosten en in het westen. In China, in Japan, in Australië, in Amerika. Daar raak je versteld van. MashaAllah, Allah mubarak. En subhanallah, onze geliefde profeet heeft al eerder hierover gesproken. Hij zei in een hadith die overgeleverd door Thawban met gezel. Hij zei, inna Allah zawali al-ard fara'aytu mashariqaha wa magharibaha wa inna mulka ummati la yablughu ma zuwiya li minha. De profeet zei, Allah heeft de aard voor mij een beetje dichterbij gemaakt, waardoor ik ging kijken naar het oosten en naar het westen. En mijn umma zal eigenlijk reiken tot het oosten en het westen, en dat heb ik gezien. Hij heeft het gewoon gezien. En we geloven daarin. Ik gebruik geen logica, ik hoef niet na te denken, de hadith is authentiek. Een simpel muslimin. Moslim, je hoeft niet de logica te gaan gebruiken en te denken, ja hoe en dit en dat. Als de hadith authentiek is, geloof ik daarin. Blindelings. Ook zegt onze geliefde profeet in een ander hadith die overgeleverd door al-imam Ahmed. Hij zei, la yablughanna hada al-amru ma balagha al-layl wal-nahar. Deze dien zal overal verspreid zijn. Overal, de profeet gaf een voorbeeld, op elke plek waar een leil is, een nahar is, zal de islam zijn. Leil en nahar, is er een plek die waar geen dag en nacht is. Overal. وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ هَذَا. Of het gaat om steden, of het gaat om dorpen, platlanden, de islam zal daar binnenkomen. Maar we hebben gezien nu hoe klein de wereld is geworden met sociale media, met
Dat je alles van het oosten en het westen weet. Of je moslim bent of niet moslim bent. De islam heeft je bereikt. En als de islam jou bereikt, dan hoor je het te omarmen. Omdat de boodschap van de islam niet beperkt is tot een bepaalde volk, maar universeel voor iedereen. Qul ya ayyuhan nas, o mensheid, inni rasulullahi ilaykum jami'a. Ik ben de boodschapper van Allah voor jullie allemaal. Dus en ieder die hoort van de boodschap van Mohammed sallallahu alaihi wasallam, hoort de islam te omarmen. Wij zeggen het hardop. Waarom? Wij willen dat deze boodschap de mensen bereikt. En als je het hoort en je omarmt het niet en je overleed terwijl je het niet hebt omarmd, zul je in het hele vuur belanden. Duidelijke boodschap. Geen rechts links. Gewoon recht door zee. Dus neem mensen niet in de maal in door te zeggen dat je gelovig bent, dat je dit bent, dat je dat bent. Neem de mensen niet in de maal in. Geef ze de boodschap. Want sommigen willen laten zien, ik kan goed praten, ik kan dit, ik kan dat. En hij wijkt af van de boodschap van de islam. Neem mensen niet in de maal in, want straks word je bij Allah daarover gevraagd. Als je kijkt naar de islam, komt overeen met jouw natuurlijk aanleg. Islam heeft aandacht gegeven aan ruh, innerlijk en uiterlijk. Er is gebalanceerd, hebben we ook duidelijk gemaakt. Als je kijkt naar de regels van de islam, duidelijk, toegankelijk voor iedereen. Toegankelijk. Op het moment dat je de islam omarmt, heb je direct contact met Allah. Je hoeft niemand te hebben die tussen jou en Allah komt om voor jou te bemiddelen. Of die jouw zonde draagt. Hoezo draagt die zonde van mij? Ik maak zonde, waarom is hij verantwoordelijk voor de zonde die ik nu doe? Wala tasiru waziratun wizra ukhra. Begrijp je? Ik ben gewoon verantwoordelijk voor wat ik doe. En ik wil jullie ook duidelijk maken dat de islam, naast dat het de meest groeiende godsdienst is, waar je ook trots op moet zijn, en dat het de blijvende godsdienst, en daarnaast, subhanallah, het spreekt zowel het verstand van de mens, iemand die met verstand denkt, die wordt eigenlijk aangesproken door de boodschap van de islam. En vroeger, bij bepaalde theorieën in de sociologie, ik was aan een theorie die zegt, de komst van de wetenschap betekent het verdwijnen van de godsdienst. Dat is gewoon een theorie van een bepaalde Franse socioloog. Ik was in een college in de universiteit tijdens mijn studie. En toen was die docent aan het uitleggen van, ja, komst van de wetenschap betekent het verdwijnen van religie. En toen stelde een jonge dame een vraag. Ze zei, hoe verklaart u de jongeren die eigenlijk geboren zijn in de meest ontwikkelde landen in de wereld, zoals laten we zeggen Nederland, en die zich bekeren tot de islam? En ik was een keertje aan het lopen met een priester die ook les volgt aan de universiteit. Hij zei, door de islam weten de mensen dat de godsdienst bestaat. Ondanks onze zwaktes is deze dien gewoon de meeste invloedrijk godsdienst op aarde. En de meest groeiende godsdienst is deze islam die wij omarmen. Omdat deze islam iedereen toespreekt. Verstand, iemand die daarover nadenkt, die weet dat het een mooi godsdienst is. Behalve als jij koppig bent en de waarheid niet wil volgen, want dan gaat het je niet aanspreken. Dus het verbindt je met Allah. En degene die het omarmt, leeft gelukkig in dit leven en het hiernamaals. De islam heeft ons niet verboden om te genieten van de genietingen van het wereld. Zoals het hebben van een mooie huis, het trouwen, zoals het hebben van een mooie auto. Dat heeft de islam niet verboden. De islam heeft gezegd, wees niet hoogmoedig. Als je een mooie auto hebt, wees bescheiden. Ga niet pronken en een beetje laten zien van dat je beter bent. Dat heeft de islam verboden gemaakt. En overdrijf niet. Als jij een salaris hebt van 2000 euro. En je krijgt dat je gaat gelijk iets voor 2000 euro kopen. Terwijl je geen huur kan betalen en zo. Dan overdrijf je. Dus je gaat geen uitgeven naar gelang jouw vermogen. Islam zegt, geniet van het wereldsel. En vergeet het hier namens niet. Ballen gebalanceerd. Ga je het hier goed doen?
geniet je hier goed en heb jij eeuwig en ultieme geluk in het hiernamaals. Geweldig. Wallah, geweldig. We eten, we drinken, we reizen, we trouwen. Alhamdulillah. We hebben mooie auto's, we hebben mooie huizen, schone huizen. Allahu malik alhamd. Het is toch mooi dat je van je godsdienst dit allemaal mag. En daarnaast, je houdt je aan de voorschriften van Allah en dat leidt tot het ultieme geluk in het hiernamaals. Dat is toch iets waar je trots op moet zijn. Want sommigen hebben zich ergens in een berg afgesloten en zeggen, weet je, wij gaan ons richten op de aanbidding. Wie zegt dat? Is dit, welk godsdienst is dat? Dat heb je zelf bedacht. Dat heeft Allah niet voorgeschreven. Rahbani hebben te da'wa. Ze hebben het geïnnoveerd. Maar ik heb het alleen. Dus islam, je bent een onderdeel van de maatschappij. Van de omgeving. Je bent volwaardig. Je werkt, je studeert, je produceert. Je bent bezig. Je hebt wil. Je hebt een aandeel in datgene. Een bijdrage in de ontwikkeling. Zo is de islam. Mooi geloof. Geweldig. En we vragen Allah Ta'ala om ons te laten behoren tot deze geweldige godsdienst. En we zijn in deze geweldige godsdienst. En we vragen Allah om ons standvastig te maken. Dat we overleden als moslims. Dat onze laatste woorden van dit leven. Insha'Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan vragen Allah Ta'ala oprecht die ons vandaag heeft doen verzamelen bij elkaar. Om ons te doen verzamelen op het hoogste rand van het paradijs.